Er is maar één iemand die hem kan tegenhouden door de 11 toetsen te volbrengen. Nooit meer dan een vriend voor haar zal zijn. Jij hebt gefaald! Maar ik heb het zelf gehoord. Die tovernaal klonk zo vals als een krielkip. Zwijg! Symbolica. Het rijk der fantasie. Het leven is er als een sprookje. Niets is onmogelijk. Mits je je fantasie gebruikt. Maar wat als iemand de fantasie probeert te stelen? Iemand moet hem tegenhouden. Want zonder sprookjes en fantasie is Symbolica verloren. Wie krijgt het grootste hart? U mag de koning niet storen. Hij is Vriendjesdag aan het voorbereiden. Vriendjesdag? Om de verjaardag van de overleden koningin te eren. Op deze dag gedenken wij met z'n allen de koningin. En de meest vriendelijke mensen van Hartenstad krijgen als dank van de koning een erehartje opgespeld. Lakij, laat hem maar door. Vindt u niet dat Pardoes ook een hartje verdient? Oh, absoluut. Ik gun het hem zo. En ik gun het groot magister Almar trouwens ook. Ik heb een brief voor de koning. En ik gun het hem ook. Oh, kent u hem dan? Nee, maar ach, ik gun het eigenlijk iedereen. Ik ben nu eenmaal zo heel erg vriendelijk. Niet openen! Bloem voor lieveling. Wordt gouden huwelijksring. Ja hoor. Nou. Kun je niet uitkijken? Kijk jij maar uit. De koning wil geen koning meer zijn. Het wordt hier één grote chaos. Pardulfus heeft een blauw blindbrief ontvangen. Nee, niet ik. Deze brief hier, ja, die is voor de koning. Maar pap, jij bent de koning. Toen hij de brief opende, kwam er een wolkje blauw blind vrij. Dus zijn al zijn herinneringen aan zijn koningschap verdwenen. Betekent dit dat er geen hartjes worden uitgedeeld? Ja, natuurlijk worden er wel hartjes uitgedeeld. Ik hoop dat ik er zelf ook eentje krijg. Dat kan niet. U deelt ze uit. Die grapjas hier, is dat de tovenaar? Hè? Altijd grapjes maken, zeker? Vandaag niet. Er is veel werk te doen. Een memoriënmasker. Hoe weet jij dat? Ik heb wel eens in uw boeken gekeken. Per ongeluk. Wat is een memoriënmasker? Nou, als ik me goed concentreer op je vader, dan kom ik via dat masker in zijn geheugen terecht. Het is verboden om in mijn boeken te kijken. Heb je ook gelezen wat er onder het kopje gevaren staat? Wie dat ding te lang draagt, krijgt een hele rode kop. Je kunt niet rustig een wandelingje maken in iemands hoofd. Dus een beetje opschieten daarbinnen. Vind een herinnering van koning Pardulfus en open dan deze envelop. De envelop zal zijn herinnering vangen en de koning zal zijn geheugen terugkrijgen. En dan is er dit. Dacht ik het niet. Ze gaat proberen via het memoriënmasker de herinneringen van de koning terug te halen. Hé, dat klinkt als vals spelen. Er is er hier maar één die vals speelt. En dat ben ik! Natuurlijk, meester. Meekomen, rattenflap. Er moet gesjouwd worden. Gesjouwd? Ja. Ja, laat me met rust, man. Koning, het is mijn taak om... Ja, noem me geen koning. Huh? Wat is hier aan de hand? Man, is knettergek. Denk dat ik koning ben. Mag ik gaan zitten? Ja, tuurlijk. Ah, heerlijk. Kan ik nog iets te drinken voor u halen? Heb ik 7 honing aan mijn zitvlak? Het is mijn taak, koning, om... Ik bedoel, majesteit. Goed. Jij denkt echt dat ik koning ben, nietwaar? Dus jij doet ook alles wat ik zeg? Zeker, zie. Nou. Ga een stralenstopper voor me halen en trek wat zomers aan, hè? Dan gaan wij lekker van het zonnetje genieten. Helemaal kierenwiet. Jullie zeggen het als ik kan beginnen, hè? Denk aan Pardulfus. Wel een beetje hard, anders hoor ik het volgens mij niet. Denk aan Pardulfus. Tik even op mijn schouder. Ja? Concentreer je. Denk aan Pardulfus. Wegwijspoeder! Oh. Gaat het? Ja, alleen een beetje last van mijn elleboog. Pijn verdwijnt! Ik ken ook een goede truc. Wat, jij? Mhm. Pijn. Verdwijnt. En? Niet slecht. Voor een beginneling. Pardijn, wat is er? Ik weet het niet. Ik voelde ineens een rare... Nu voel ik het weer. Wow. Ongelooflijk. Waar ben jij geweest? Volgens mij heb ik een verkeerde afslag genomen. Waar was je? Met jou, in het Zagenwoud. Moet je daar nog steeds aan denken? Het is verboden om in mijn geheugen te zitten. Dat is spionage, dat is inbraak. Pardoes, als Pardulfus zijn geheugen niet terugkrijgt, hebben wij geen koning meer. Je concentratie moet beter. Als ik koningin word, ben jij de eerste die ik opsluit. Jij kunt pas koningin worden als je 18 bent. Dus Pantagor heeft alle tijd om de macht over te nemen. Ik wil helemaal geen koningin worden. Ik wil mijn vader terug. Zet daar maar neer, rattenslaaf. Natuurlijk, meester. Zeg. Vooruit. Almar denkt dat hij de enige heeft, maar deze heb ik jaren geleden nagemaakt. U wilt dat ik ook in herinnering van die koning kruip? Jij niet, rattenkop. Maar wie dan wel? Haasje. Wie te lang weg blijft, zal voor eeuwig blijven ronddolen. Mag ik wel kijken? Nog even wachten, Dulfie. Dulfie? Nee. Pardulfus. Hier heb ik niks aan. Dit is geen herinnering van hem als koning. Dulfie. De moeder van Pardijn. Geen herinnering van de koning, hoor. Wie bent u? Zeg maar jij. Of liever zeg maar... Pantagor. Nou zeg maar tot nooit meer ziens. Zal ik hem gaan halen? Dat kan niet. Alleen Pardoes kan het memoriënmasker dragen. Hij en wie? Dat maakt niet uit. Kom op. Maak voort, Pardoes. Hoe doe je? Tovenarij. Zo heb ik ook alle herinneringen van Pardulfus ver weggestopt. Je zult ze niet terugvinden. Je bent toch niet bang voor mij? Nee, maar ik heb wel iets beters te doen. Niet boos worden, dat is nergens voor nodig. Almar zegt natuurlijk dat ik Symbolica wil overnemen, maar dat is niet waar. Waar heb je het nou over? Je kent Almar niet eens. Zegt hij dat? Ik ken Almar. Ik ken Pardulfus en zij kennen mij. Ik zeg je, Almar, vertrouw hem niet. Bewijs het maar eens. Dat ik ze ken. Geen enkel probleem. Zie je wel, Pardulfus herinnert het zich nog als de dag van gisteren. Had ik gelijk of niet? Dit is echt gebeurd? Ja. Nou, bedankt. Dit was de herinnering die ik zocht. Verleden komt terug naar het heden! Hij moet nu echt voortmaken. Je kunt ook met mij mee. Waarom zou ik? Ik kan je nog meer verhalen laten zien. En ik kan je alles over Almar vertellen. En over de Twinkeltoord. Weg uit het verleden. Terug naar het heden. Over Almar? De Twinkeltoorts? Pardoes! Kom je mee? Pardoes! Ik zie steeds. Waar ben ik? Pak mijn hand. Pardoes! Vergeet dat kind. Als die eenmaal koningin is, dan zit je hier niet meer staan. Pardon. Pardoes! Almar? De brief voor de koning. Ik denk dat ik zo direct nog zo'n heerlijke kruidencocktail neem. Goed idee. Neem je hele kan maar mee. En weet je wat? Doe ook nog wat van die heerlijke kruidenkoekjes. Oh. Ik moet wat voor jou doen. Oh, nou, niet zo bozig. En... je staat in mijn zon, gekkie. Sta je ogenblikkelijk op of ik laat je in de boeien slaan. Spijt me zeer, sire, maar u was in de war. Jij loopt mij te commanderen, maar ik ben in de war. U was uw geheugen kwijt. Ja, dat zou je willen, hè, dat ik mijn geheugen kwijt was. Jouw gedrag zal ik nooit vergeten. Helemaal kerenwiet. Maar je spijt me niet. En ja, omdat je werkelijk altijd voor ons klaar staat, van harte is je dit hartje gegund. Hè? Applaus. Pardijn. Kom, moet je iets laten zien. Dat je het weet, ik ben nog steeds boos op je. Mijn herinneringen zijn van mij. Nou, kom dan maar. Alsjeblieft. Zonder die Pardijn had die Pardoes nu voor eeuwig rondgedood. Is alles nu voor niets geweest? Wat ik doe, doe ik nooit voor niks, Radmans. Vanaf nu vertrouwt Pardoes Almar niet meer helemaal. Almar gaat problemen krijgen met zijn leerling. Ik denk dat ik Almars zwakke plek gevonden heb. Pardoes gaat nog goed van pas komen. Almar kent Pantagor. Ik heb ze samen gezien in het observatorium. Hij liet hem een plaatje zien over de Twinkeltoords. Wat betekent dat, denk je? Hij houdt iets voor me achter. Ja, en jij iets voor mij. Kom maar op met die verrassing. Ik hoop wel dat het iets bijzonders is, want ik ben nog steeds heel erg boos op je. Het is bijzonder. Ik heb je moeder gezien. Hier. Met je vader. Toen ze nog jong waren. Mijn moeder? Hoe was ze? Hoe zag ze eruit? Knap. Heel knap. Ze leek op jou. Ik wou dat ik meer herinneringen had. Misschien heb ik wel iets. Moet jij die vlam aansteken? Dan ga ik ook mee. Om jou te beschermen.